Autofiles wachten voor de Beliebrug bij Zwolle. Over deze langste brug die de Canadezen in Europa hebben gebouwd, was slechts verkeer in één richting mogelijk en het wegvervoer ondervond hierdoor veel vertraging. Nu is de nieuwe verkeersbrug gereed gekomen. Het is de derde maal dat de oevers van de IJssel op deze plaats zijn verbonden. Minister Vos opent de toegang in aanwezigheid van vele autoriteiten. Een stroom van auto's trekt over de brug en voor de laatste maal slechts in één richting, ter wille van een defilé dat georganiseerd werd door het particulier beroepsvervoer dat hiermee zijn dankbaarheid betuigt voor deze belangrijke verbetering in het wegverkeer tussen het westen en het noordoosten van het land.